Afgelopen week kregen wij bij onze redactie een persbericht in de briefbus over Hospice Lansingerland. En Brigitte, ik moet altijd zeggen, als ik dat dan zie, dan ben ik altijd gelijk getriggerd, zeg maar. Ja, kan ik me wel voorstellen. Ja, goeie avond trouwens in de uitzending bij ons. Ja, dankjewel. Je bent al best wel een tijd werkzaam, hè, bij Hospice Lansingerland. Ja, 5 jaar, al iets meer dan 5 jaar. 5 jaar geleden, in april aanstaande, 5 jaar geleden, zijn we geopend. En vooruitlopend op die start van het hospice was ik al bij betrokken. Dus ja, de ins en outs ken ik wel een beetje. Wat is nou zeg maar jouw belangrijkste professie binnen het hospice? Wat doe je nou het meest? Nou, sinds een kleine 2 jaar ben ik, zoals men dat noemt, manager-coördinator. Dus ik zorg ook dat het beleid en de contacten en in dit geval ook PR en alles een beetje aan elkaar geplakt wordt. Weet je wel, om het wat oneerbiedig te zeggen. Er zijn heel veel vrijwilligers natuurlijk die voor ons het werk doen. We hebben te maken met de ziekenhuizen, met de gemeente, met de verpleegkundigen, met huisartsen. Ja. Het hele pakketje. Ja, en dat moet ergens organisatorisch aan elkaar en dat doe jij. Gemaakt worden. En dat doe ik samen met mijn collega Letty van Velzen. Ja, ja. Precies. Het is inderdaad 5 jaar geleden dat het hospice begon. Wat was nou voor jou allereerst zeg maar de drijfveer om ermee te beginnen? Om er zeg maar bij betrokken te raken. De trigger was toch wel, ik kom zelf vanuit het welzijnswerk. En de combinatie zoals toentertijd al werd voorgesteld, ons werd voorgehouden en ook zo is gekomen. Welzijn en zorg als een onderdeel van het hospice is ontzettend belangrijk. Zeker in de laatste fase van het leven, de laatste paar maanden, paar weken, paar dagen van het leven, kan het zo ontzettend belangrijk zijn dat mensen het gevoel hebben nog waarde te hebben. Ja, en gekend te worden, zeg maar. Precies, ja. Te weten dat er nog mensen zijn die, hoe je ook voelt, hoe je ook bent, wat je stemming ook is, dat er naar je geluisterd wordt, dat er mensen voor je zijn. Ja, en ik vond het een uitdaging om daarvan aan de start te staan en het uit te bouwen. En dat is ook al gelukt. Hoe is het 5 jaar geleden nou begonnen? Want het is niet zo groot begonnen als dat het nu is. Nee, het is klein begonnen. Een jaar of 7 geleden is er een stuurgroep ontstaan. Er is een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar hoe haalbaar en hoe noodzakelijk is het. Ja. Om te zorgen dat mensen in het laatste stukje leven een goed plekje kunnen krijgen. 7 jaar geleden waren er nog een heleboel, vergeleken met nu, een heleboel palliatieve bedden, zoals wij dat noemen. Plekken waar mensen konden overlijden met zorg en begeleiding. Maar die plaatsen zijn veelal gesloten. Er waren vroeger zogenaamde afdelingen, palliatieve units in verpleeghuizen. Oh ja, ja. Ze konden nog wel eens in een ziekenhuis overlijden. Maar al die plaatsen, al die plekjes zijn gesloten vanwege natuurlijk allerlei bezuinigingen in de gezondheidszorg. Dus toen wij begonnen waren er een enkel tientallen plaatsen in de regio waar mensen konden overlijden. Ja. Nu zijn dat er nog, met ons erbij een stuk of 12. Dat is nu al best wel veel aan het worden. Ja. En het hospice, en daarom ben je natuurlijk ook, omdat we dat ook willen even willen aanstippen, het hospice wordt ook steeds groter. Ja. Je merkt ook dat steeds meer mensen er betrokken bij raken. En nu zijn 2 nieuwe gastenkamers geopend. Nee, zijn nog niet geopend. We staan worden geopend, van sorry. Het hele proces naar 2 nieuwe gastenkamers, ja. Hoe vlieg je dat trouwens aan? Ik bedoel, jij zegt, jij bent manager-coördinator, dat wordt dan binnenkort geopend. Dat is een traject. Het is een heel traject, het speelt ook al meer dan een jaar. Het is eigenlijk ontstaan omdat wij sinds ruim 1,5 jaar constant wachtlijsten hebben. We zijn vol, mensen moeten wachten op een plekje om te mogen overlijden in het hospice. Het is bizar. Ja, raar als je dat zo zegt. Het is heel raar, ja. Het is ook heel erg dat zo is. We hebben natuurlijk een verschrikkelijk mooi pand aan de burgemeester van Oostenweg. En in het pand hadden wij ruimte over, omdat toen het hospice startte, waren 5 kamers eigenlijk een maximum waarvan werd gezegd van dit is haalbaar. Hè? Dit zou je kunnen behappen. Ja. Maar misschien ook vanwege onze kwaliteit die wij bieden aan zorg en begeleiding. Maar ook de vraag die er is naar hulp in dat laatste stukje leven. Is het bestuur gaan nadenken. Ja, we hebben de ruimte. We hebben in potentie de mogelijkheden. Wat kunnen we gaan doen? En daar is uitgekomen dat wij nu voldoende financiële middelen hebben. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Wij bestaan dankzij giften en donaties. Er is contact opgenomen met 3B Wonen, de woningeigenaar. Ja. Want wij huren het pand, de stichting huurt het pand. En 3B Wonen is nog steeds als een van de
ja, zeg maar founders van het hospice zeer betrokken bij ons. En na een aantal goede gesprekken is er onlangs een overeenkomst getekend waarbij 3B Wonen de verbouwing voor ons financiert. We betalen terug in de vorm van een huurverhoging. Ja. En ja, dat is natuurlijk een fantastische regeling. Alleen ja, die huurverhoging moet ook weer ergens vandaan komen. Maar daar hebben we natuurlijk aanvullende financiële middelen voor. Middelen voor, inderdaad. Ja. Nou is het zo dat jullie in die uitbreiding natuurlijk ook inderdaad meer zorgen. Extra verpleegkundigen bijvoorbeeld waarschijnlijk zullen moeten aannemen. Daar kom je al bij een punt. Wij hebben geen verpleegkundigen in dienst. Wij zijn eigenlijk een huis zoals iedereen die in de wijk hulp nodig heeft. Die ook krijgt van de zorgorganisatie, in ons geval de Vierstroom. Okay. Gewoon wijkverpleegkundigen komen bij mensen thuis. Een soort thuiszorg, zeg maar. Juist, verlenen de zorg thuis. En bij ons is dat dan nu 5 en straks 7 mensen onder 1 dak. Okay. Maar we hebben niet het personeel zelf in dienst. Nee, oké, goed. Maar er moeten wel natuurlijk meer mensen bij gaan komen. En dat hoort er natuurlijk ook allemaal bij. Ja, dat is ook allemaal. Op dit moment in de fase van hoe groot moet het verpleegkundig team straks gaan worden om 7 mensen te kunnen gaan helpen. En soms kan het ook zijn, de ene week kun je 7 mensen hebben en de volgende week zijn er 4 en dan weer 5 en dan weer 7 en dan weer 2. Ja, het is een rare wereld, maar zo werkt het wel. Ja, het is 7:15 en nog steeds in de studio bij ons Brigitte Jong. Zij is van Hospice Lansingerland. Zojuist hadden we het al even kort over de bezetting die je moet regelen om zo'n hospice te runnen. Want dat is altijd een organisatorische vaardigheid die je moet bezitten om dat volgens mij rond te krijgen. Klopt dat? Ja, het zijn natuurlijk heel veel partijen. Hè? We hebben op dit moment net weer een groep van 10 nieuwe vrijwilligers op mogen leiden. Dat betekent dat we nu bijna 70 vrijwilligers hebben. We hebben een bestuur van 8-9 mensen, ook allemaal vrijwilligers. We hebben een stichting Vrienden Vrijwilligers. Bij elkaar zitten we aan bijna 95, kleine 100 zo. Vrijwilligers die de situatie organiseren. En dan heb je het nog te maken met je huisartsen, inderdaad de verpleegkundigen, ziekenhuizen waar mensen vandaan komen, waar wij de contacten mee krijgen. Families natuurlijk, die heel belangrijk zijn in het gebeuren, waar heel veel ook begeleiding naar gaat door de vrijwilligers, gesprekken door ons. Ja, ja. Het zijn heel veel partijen waar je mee te maken hebt. Maar dat maakt het natuurlijk zo waanzinnig leuk. Iedere dag is anders, het moment is anders. We duiken in een hele korte periode heel diep in het leven van iemand. Mensen. Ja, want zo'n hospice runnen, ik begrijp dat ook wel een stukje de roeping van je leven moet zijn, denk ik. Ja, omdat je die mensen wil helpen, maar het is ook wel voor mij het is heel heftig zo'n hospice. Het kan heel heftig zijn, ja, voor iedereen. Het kan bij de vrijwilligers binnenkomen, maar ook bij Letty en mij, mijn collega en mijzelf. Als je situaties hebt, we hebben iemand gehad, een jonge man van 27 of een moeder van kleine kinderen of een vader van kleine kinderen met een meisje van 8 en een jongetje van 12 of zelfs nog kleiner. Of iemand van je eigen leeftijd in zo'nzelfde situatie. Dat raak je dan persoonlijk, zeg maar. Dat komt binnen. Ja. Of mensen die helemaal alleen zijn, die echt helemaal niemand hebben. Dat kunnen wij ons bijna niet voorstellen. Nee. Dat je komt te overlijden terwijl je niemand meer hebt in je leven. En dan ineens ben je ergens en dan zijn er 65, 70 mensen om je heen die om je geven, die voor je zorgen, die bij je komen zitten, die een glaasje sap geven of juist niets als je niks wilt, alleen maar bij je zijn. Ja, precies. Die gewoon daar willen zijn voor jou, zeg maar. Ja. En dat geeft ook wel direct aan wat het belang van zo'n hospice is, want daar waar een ziekenhuis heel koud en kil over kan komen en mensen als ze weggaan weer echt weg zijn, zeg maar. En alleen dat je daar alleen nog blijft in dat ziekenhuisbed, is dit natuurlijk heel anders. Ja, en klopt. Dat is natuurlijk ook eigenlijk wel het belang van zo'n hospice. Wordt dat ook landelijk wel zo gezien, bijvoorbeeld door de overheid? Ja, weet je, hospicezorg is natuurlijk nog altijd, het is een beetje een wilde naam. Hè? Iedereen kan zich, of ieder instituut kan zich hospice noemen. Het is nog geen beschermde naam. Maar een hospice zoals wij, wat we net al zeiden, het heeft eigenlijk een soort van wijkfunctie. Hè? Wijkverpleegkundigen komen, mensen uit de buurt doen het vrijwilligerswerk. Maar wij zijn een huis bijna zoals thuis. We hebben zelf geen verpleegkundig personeel in dienst. In feite zijn we een vrijwilligersorganisatie met allemaal professionals die het werk doen. In Nederland zijn er ook een kleine 20 hospices op dit moment die aangeven in financiële problemen te komen. Dat zijn hospices die zelf het verpleegkundig personeel in dienst hebben. Ja. Waar zo'n 24 uur gewoon een verpleegkundige in huis aanwezig is. Soms zelfs een arts aanwezig zijn. En die financiële middelen worden steeds moeilijker. Omdat het verblijf in een hospice en de verpleegkundige zorg betaald wordt
vanuit de basisverzekering. En daar zit een beetje de kneep dat de overheid wil dat iedereen kan sterven op de plaats waar men wil. Maar daar zijn indicaties voor nodig, zorgindicaties. Nee, die voldoen niet altijd aan die terminale zorgvraag. Als ik het zo hoor, dan denk ik eigenlijk... Ja, je zegt wel, de overheid wil wel dat iedereen kan sterven waar hij of zij wil. Maar eigenlijk niet, hè? Nou ja, ze willen het misschien wel, maar de maatregelen zijn daar nog niet naar. Dus kijk, je moet het zo zien, een indicatie voor bijvoorbeeld steunkousen aandoen, ja, een wondverzorging thuis. Dat vergt een x-aantal minuten, half uur, een uur, weet ik veel. Maar palliatief terminale zorg, zoals wij die bieden en in de wijk geboden wordt, en ook in hospices waar 24 uur zorg aanwezig is, ja, is de duurste vorm van verpleegkundige zorg. Ja, want het is 24/7 eigenlijk. Precies, als je het 24 uur doet. Nou, bij ons zijn er geen 24 uur per dag verpleegkundigen aanwezig, want een deel van die zorg wordt door vrijwilligers overgenomen. En daarom kunnen wij blijven doen wat wij willen. Ja. De zorgorganisatie zorgt voor de verpleegkundige uren. Ja, precies. En wij vullen aan. Ja, want die vrijwilligers zijn dus inderdaad van heel groot belang voor het hospice Lansingerland. Ja. Kun je uitleggen wat het gevoel onder vrijwilligers is binnen zo'n hospice? Hoe kijken die mensen tegen het werk aan? Ja, het mooie is, als wij een nieuwe groep vrijwilligers krijgen, dan voeren we daar natuurlijk eerst kennismakingsgesprekken. Ja. Mensen krijgen een cursus, best intensief. En bijna iedereen zegt, ik wil er zo graag zijn voor iemand. Ja. Ik wil iets kunnen betekenen. Mm-hmm. En in het hart komt het daar ook op neer. Maar ja, wij proberen mensen dan toch vaak wel een reëel beeld te geven. Want mensen die bij ons komen en zo ziek zijn, heel erg ziek zijn, is niet mooi. Nee, mensen, nee, absoluut niet. Sterven vaak niet waardig lichamelijk gezien. En dan moet je als vrijwilliger heel goed mee om kunnen gaan. Tegen bestand zijn, tegen het gevoel wat daarbij heerst. Ja, precies. Er komt vaak een hoop verdriet bij. Er kan frustratie bij komen. Mensen kunnen boos zijn, kunnen eenzaam zijn. Maar ook lichamelijk gebeurt er natuurlijk heel veel met mensen. En als vrijwilligers goed opgeleid zijn en elkaar daar ook in ondersteunen, naar elkaar luisteren, ook ontzettend belangrijk. Dan, ja, ze komen naar ons en wij horen dat ook heel vaak terug. Het is gewoon zo leuk. Het is heel raar. Gek, hè? Maar het is. Maar de sfeer ook. Er zijn gewoon altijd andere mensen. Je komt iedere dag een andere situatie tegen. We lachen heel veel. Echt bij de koffie of in de gang. Ja. Of met de mensen die bij ons zijn. Want ja, wat willen mensen? Ja. Leven. Zolang je lacht, zolang je de stofzuiger hoort, zolang je koffie ruikt, leef je nog. Ja, precies. En dat is wat wij proberen te bieden. Oké, nou laten we zo meteen even verder praten over de toekomst van het hospice. Want nu met de twee nieuwe gastkamers die op de planning staan, gaat natuurlijk ook nog meer gebeuren voor het hospice. Daar wil ik je zo meteen nog wat over vragen. Laten we eerst kort nog weer naar muziek. Het is een bijzonder onderwerp om over te praten. Vaak heel beladen, maar ik hoor in jouw verhaal ook wel een heel mooi beroep. Mm. Werken bij een hospice. Ja. We hadden het net al even over de manier waarop zo'n hospice gerund wordt en hoe je dingen regelt en hoe mensen zich betrokken kunnen voelen bij zo'n hospice. Maar de komende tijd worden de plannen voor de twee nieuwe gastenkamers werkelijkheid en komen die er ook. Wat is nou de toekomst voor het hospice in jouw ogen? De lange termijn toekomst blijft moeilijk. We zijn afhankelijk in alles van externe factoren, van een overheid, van vrijwilligers, van sponsoren, donateurs. Dat is ontzettend belangrijk voor ons. En daar moet je niet al te lange planning over maken. We hebben zojuist een beleidsplan tot 2020 gemaakt. Zo, dat is al best wel een end, hoor. Dat vinden wij al heel erg. Ik wou zeggen, dat is al wel vrij ver. Zo, als je 4 jaar terugkijkt, 5 jaar terug, is het nu al zo anders geworden. Dus we proberen daar echt heel open mee om te gaan. Kansen waarnemen die er liggen. En die twee gastenkamers, ja, we hebben wachtlijsten gehad gedurende 1,5 jaar. En we zijn in staat om daar iets aan te doen. Ja, verandering in te brengen. Ja, ja. In Pandacht komen nu 2 kamers bij. Er is een prachtig ontwerp gemaakt door de architect. Dat is hier en daar door ons een beetje bijgespijkerd. We hebben eerst gedacht van ja, we willen meer bieden. Hoe willen we dat doen? Willen we ergens een dependance gaan openen? Ja, bijvoorbeeld. Maar dan krijg je 2 organisaties op verschillende plaatsen. Ja, en de vrijwilligers die elkaar misschien soms niet kennen. Hè, precies, dat soort dingen. Dan krijg je toch een heel andere visie, andere uitgangspunt als je niet bovenop andere sfeer ook. Er is ook nog even gedacht om wellicht samen te gaan werken met een andere organisatie. Ja, en toen ineens kwam het idee van waarom gaan we niet
gewoon zelf doen in huis. Ja. De ruimte is er. En afgelopen woensdag, dinsdag is er begonnen met het zetten van een eerste muurtje. Een stofmuur, zoals het genoemd wordt. Ja. Dus één helft van het huis is nu dicht. En aan de kant van de dominee van Kouwenhovenlaan staan nu de borden van de aannemer en de busjes en dan weet ik veel wat. Dus het is heel spannend wat er nu gaat gebeuren. Het is lekker stoffig aan die kant van het pand, zeg maar. Ja, dat gaat komen. Ja, absoluut. Precies. Ja, absoluut. En wat is nou een beetje, zeg maar, dan de korte termijn planning? Wanneer moet het af zijn? De korte termijn planning is dat de komende week wordt eerst begonnen met het slopen van een aantal muren weghalen. Ja, begrijpelijk. Moet wat ruimte komen. Er moet ruimte komen om iets nieuws te maken. En we hopen begin mei de twee kamers te kunnen openen. Zo dan, dat is ook al best wel snel. Dat is heel snel. Ja. En we doen het niet met een of andere openingsfeest of festijn. Nee, dat zou raar zijn. Dat gaan we echt niet doen. We willen wel wat PR natuurlijk geven. Van jongens, we zijn er en we hebben weer ruimte. En we willen heel graag heel veel mensen helpen en welkom heten. En we hopen zo nu en dan als mensen interesse hebben en gewoon eens willen komen kijken. Het is niet eng. Het is gewoon mooi. Het hoort bij het leven. We kunnen niet leven zonder te sterven. Nee. Of niet sterven zonder te leven, hoe je het noemen wil. En kom gewoon eens kijken. Bel eens naar ons en vraag van, joh, mag ik eens langskomen? Ja. En dan geven wij mensen een individuele rondleiding. Ja. Of we laten ze wat zien. Of we komen ergens zelf een presentatie houden. Want er is zoveel te vertellen. Ik wou net zeggen, volgens mij ben je nog lang niet klaar met vertellen. Nee. Wat praktische informatie kunnen mensen op internet kijken? Ja, www.hospicelandsingerland.nl. En daar vinden ze ook alle informatie als we vrijwilliger zouden willen worden. De openingstijden van Café Overleven wil ik nog even noemen. Lotgenotencontact Café. Ja. Maandag en de dinsdag twee keer in de maand. Ook staat alle informatie op de website. Als er nou een luisteraar is en die is helemaal warm geworden van je verhaal en wil graag een donatie doen, kan die daar ook zijn informatie vinden? Ja, heel graag. Ja. Jullie zijn altijd op zoek naar donateurs, begrijp ik. Ja, nou, iedere dag. Dan bij deze dus inderdaad ook een oproep om geld te doneren aan het Hospice Lansingerland. Je ziet heel veel succes met de nieuwe gastenkamers. Laat ons wat weten als het af is, want we vinden het natuurlijk ook fijn om te horen van jullie. Als het weer is... gerust kijken. Ja, dan komen we gewoon een keertje kijken. Dat is een goed idee. En heel veel succes met alles wat jullie doen. Ontzettend bedankt ook voor de uitnodiging. Geen probleem.